Hey jongens, ik ben Dennis Egaleske en vandaag heb je episode 7 van Live ProPunt op Call of Duty 4. En we spelen dus een verschrikkelijke map. Zoals ik de vorige keer al zei, ik vind dit een verschrikkelijke map. Gewoon het feit dat ik deze map totaal niet ken. Het is te groot, te veel onzin. Het is niet te doen. En zou ik hier overheen kunnen? Nee. Ik ben dus een stoel op een wc. Dat is niet echt heel erg handig, denk ik. Waarom kunnen er geen twee wc's op elkaar staan? Dat is toch gewoon, dat kan gewoon. Alsjeblieft. Nee, wacht. Dat werkt niet. Ik wil eigenlijk een stoel ertussen zetten, maar dat zijn echt van die dingen waar iedereen naar kijkt en denkt, ha! Daar is er een. En dan schiet ze erop. Oh shit. 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 Daar zit allemaal enemies recht van mij. Ik weet niet of jullie het zagen, maar ik wel. Dan moet ik godverdomme snel zijn. Snel. Pak een object, het maakt me niet uit wat het is. Oké, nou heb ik echt een probleempje. Pak iets. Dit is echt iets wat afgaat, hè. Dit is echt iets wat afgaat. Ik raak de muur niet eens. Ja, ik heb geen keus. Ik moet mij even hier neerzetten. Ik raak de muur volgens mij nog steeds niet. Oh, ik raak hem nog steeds niet. Nu wel. Maar nu zit ik half in de muur. Oh, shit. Hopelijk. Oké, ik ben fucked. Wat? Wat? Jij keek me aan! Jij keek me aan! Wat? Hij keek me aan! Hij dacht, oh, dat ding, dat staat er. Oh, dit is geweldig, de meest awesome plek ever. Maar in ieder geval, voordat jullie nou gaan vragen van, hoe kunnen we dit spelen? In de beschrijving staat een linkje. En als je dan via die link kijkt, dan zie je allemaal IP-adressen. En als je die IP-adressen in de game invoert, dan kom je dus in een van deze servers terecht. En ja, wie weet kom je wel in de server waar ik op dat moment speel. Er zijn heel veel verschillende servers. En ik kan jullie wel het IP-adres geven van deze server, maar die veranderen constant. Dus dat heeft niet heel veel zin. Maar in ieder geval, dit was echt awesome. Die kerel die stond gewoon een meter voor mij. Die keek mij in mijn ogen en die dacht van, nee. En toen gingen we weg. Wat de fuck? Oh, mess, dit is de meest geweldige game mode ever made. En sommige mensen zeiden eerst van, ja, in Call of Duty is niet vet, je moet dat andere doen. Dat is G-Mod en Gary's Mod, ook wel bekend als dat. Maar ik weet niet, weet je, dit is Call of Duty. Call of Duty is altijd awesome. En don't you dare. Don't you dare. Ik snap ook niet waarom die gozer niet gewoon maar schoot. Oké, nou ben ik af. Hoi. Hallo. Hallo. Blijf maar mooi stilstaan. Maar in ieder geval, ik ben dan iemand zo van, ah, weet je wat, ik schiet me gewoon, oh, random ding, bam, bam, bam. En hij dacht echt van, dat ding is echt, lopen we weg. Het vakken van ammo, ook niet zo denken van, goh, ik zal eens een keer schieten. Pff, maakt uit. Ik pak even drinken bij, want ik heb er wel verdiend, denk ik. Kut! Een klapstoel. Ik was de ene laatste! Oh, dat meen ik. Ik was de ene laatste, man. Die was awesome, die spot. Laatste ding is een klapstoel. Wie? Ah, hij is al gevonden. Ik wou zeggen, wie wil nou een klapstoel zijn? Ik wil een toilet zijn. Altijd al geweest. Altijd willen zijn. Die heb ik ooit bijgestaan. Dat weet ik nog wel. Dat was de vorige keer. Dat beviel me toen niet zo heel goed. Dat is veel te dom. Oké, ik heb een geweldig idee. Echt beter als dit krijg je hem gewoon niet. Dit zijn gewoon de... Oké, dit ding valt wel erg op. Een paal random in de... Nee. Nou. Ik weet niet. Dat ziet er toch allemaal niet zo heel erg handig uit. Oh shit. Die tijd is steeds korter geworden volgens mij. Oh, een klapstoel. Waar moet ik heen? Ik heb geen flauw idee. Olé, olé, olé. Ik ben hier nog nooit geweest en hier zijn veel te veel dingen bij elkaar. Oké. Well, this sucks. Dat is wel een feit. Ik weet dat ik afga als ik zo'n ding pak. Gewoon omdat dat... Oh fuck. Dat is de verkeerde kant of niet? Rotate. Oeps. Ook niet handig. Het ziet er iets anders uit dan ik gepland had. Oh. Daar wil ik tegen! Laat me ertussen! Nee? Misschien is bug? Ook niet. Oeps. Ik kan er niet tegenaan, dat is niet handig. Oeps. Heel veel tijd heb ik denk ik niet. Als de mensen die daar komen, dan ben ik fucked. Oeps. Weg! Rennen voor mijn leven! Ren, kist, kast, ding, ren! Nee! Nee! Weg naar beneden! Rennen voor je leven! Nee! Nee! Oh jezus, dit ding is veel te traag. Ik wist niet dat kasten zo traag waren. Waarom zijn die dingen zo traag? Is het naar mij? Is die stoel een andere kleur? Dat is best wel gek. Huh. Nou ja, ik had hem daar niet bij gezet. Ik denk dat is te obvious. Ja, ik kon geen plek kiezen. Ik wou de ene ding zijn, maar dat kon niet. Dat stak helemaal uit. Ik denk misschien als ik hier om toe kan staan, dan loopt hij voorbij en dan sneak ik erachter door, weet je wel. Maar nee. Die vent kon ik niet voor de gek houden. Maar dat is zoveel stoelen. Aha! Ja, ja, Ike. Ja, ja. Ja, ik ben niet zo gek. Maar ook niet voor de gek. Ja, hé. Ga de klapstoeltjes tellen. Misschien is dat een goed idee voor ooit. Tel de klapstoeltjes. Ja, er zijn er te veel, man. Er zijn er veel te veel. Ik wil ook eentje hebben dat ik daar ook net de goede raak ziet. Oké, fuck dit. Ik ga deze kamer niet eens doen. En ik denk dat er heel veel mensen dat denken. Dat deze kamer daarom zo goed is. Maar de map is zo groot. Wat is dat voor een random plek voor een ding? En dat is dan nog te obvious. Hey, puntjes. Mam. Dus. Waar kunnen ze verstopt zijn? Wat? What the fuck? Hoe staat er zo'n container ding staat hier ineens? Oh, wacht. Wat is een verdachte ding? Ik weet niet hoe ik het moet noemen. Computerkast ding. Nee, het zijn niet verdacht. Het zal allemaal echt zijn, dan komen we hieruit. Ja, ik kan het echt... ja, stond er ook al die tijd al. Ik weet het echt niet, man. Zat je dit ding ook altijd al? Dit is een andere versie dan, want ik weet nog wel dat hier allemaal andere... Oh nee, wacht, dit is wel een goede versie. Ik kom me nog herinneren dat ik daar achteruit stond, bij die dozen. Ja, er zijn zoveel dozen. Ik zit vast! Oké. Waar is iedereen verstopt? Hier ben ik net ook al geweest, dus in principe zou ik alles moeten herkennen. Het ziet er allemaal vrij levendig uit zo, dus... zijn er ook altijd al? Dat wist ik niet. Zijn jij dat? Jij? Oh, allemaal. Damn you. TV? Nee. Oké, ik denk dat we hier gaan verliezen. Ik weet niet hoeveel we moeten. Nog twee. Die mensen zijn echt veteranen gewoon. Waarom is iedereen al zo goed en ben ik al zo slecht? Dat is echt niet erg. Oh. Ik moet gewoon een map hebben die mij lekker ligt. Dan win ik dat wel. 100%. Ik weet niet hoe die map heet, ik bedoel. Sowieso deze map, die heb ik zelf ook niet eens in multiplayer gespeeld, dus... Ik heb die DLC nooit gehad. Dus dat scheelt ook wel. Dat is extra kloten. Ik heb überhaupt nooit gespeeld. Ik heb ooit daar een lantaarnpaal neergezet, dat weet ik nog wel. Dat was nog een goede spot ook. En ik loop even tegen al die bomen aan, zodat ik weet dat ze echt snap zijn. Ja, zijn auto, jongens. Op zich is het geniaal om hier gewoon een auto neer te zetten. No. Oké, dan heb ik een probleem. Moet ik kniven? Oh, knopste. Oké. Dat is V. De V van knife. Oh, wat? Er was er een! LOL. Oké, klaps. Oké, yes, dat is gewonnen. Ja, ik pak even... Hoe groot is dit ding? Oké, dit ding is best wel massive. Kijk, dat is echt een ding waar iedereen op wil springen. Dan weet je dat het altijd fout gaat. Hier kan ik ergens... Nee, dat valt ook op. Ik moet niezen en ik wil niet niezen, dat is zo. Ik ga in een van die huisjes. Ik stier een container naast. Maybe. Die grote dingen die trekken altijd zoveel aandacht, hè? Dat iedereen denkt van. Schiet ik maar eens op. Twee dingen naast elkaar is alleen nooit een goed iets. Ik heb het idee dat dit geen goede spot is. Maar waar dan? Misschien moet ik hem iets verder in de hoek zetten, zodat het niet echt opvalt. Oh, god, staat een stoel langs mij. Een evil stoel. Oké, ik ga gewoon stilstaan. Als de stoel nou ook even stil laat staan. Hè? Stil. Ik hoop echt dat ze ook op hem schiet en denken, ha, die stoel is skynet. En dan schiet ze op hem en lopen ze door. Ik heb expres niet tegen die ander aangezet. Want dan zie je dat hij ook iets lager staat en zo, zie je? Maar die zit in de grond. Wat? Nee! Oké. Nope. Wat? Wat? Hoezo schop? What the fuck? This is... Oh shit. This is insane! Dit is echt geweldig, die kerel zit in mij. Dat klinkt heel awkward, maar ik kan niks anders van maken. Ik kan niks aan doen. Maar de mensen liepen mij gewoon voorbij. Soms denk ik echt dat ik gewoon awesome ben. Bye bye chair. No, 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 no. Zo nee, die kerel die wist gewoon precies wanneer hij weg moet. En weet je wat het beste van alles is voor hem? Volgens mij als ze op mij zouden schieten, zou ze hem niet eens raken. Ik weet niet, die lamp die trekt mijn aandacht, toch een echte. De koelkast zaten ze toen de vorige keer, er stonden twee bij. De kerel is snel weggerend. Ik ga nou op zoek naar een stoel. Ik denk niet dat ze iemand daar verandert. Ik zou dat persoonlijk niet doen, omdat ik gewoon te dom ben, snap je? Maar in principe, misschien als mensen goed zijn, zouden we wel doen. Mr. Chair! Hallo! Haha! Haha! Ja, ja. Come on. Daar kun je op, daarom. Je kunt zo... Ik zou er in principe wel eentje bij kunnen zetten. Maar aangezien ik dat weet, weet zij dat waarschijnlijk ook wel. Want ik ben ook geen veteraan hierin. Dus... Oh, wacht. Schiet toch maar op auto's, want meestal de meest obvious dingen... zijn toch de dingen die nep zijn. Een koelkast, een blauwe koelkast. Toch handig, een koelkast, die zijn best wel groot. Oh mooi, hij is gevonden. We hebben gewonnen! Yes! Ik heb een keer gewonnen! Een keer iets, überhaupt. En weer vergeten mijn telefoon te zetten als timer. Dammit. In ieder geval, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Als jullie dit leuk vinden, dan moeten jullie dat gewoon supporten door een like te geven. Dan weet ik dat. En dan kan ik dit natuurlijk vaker uploaden. Jullie hebben misschien ook gemerkt dat beide episodes wat achtergrondmuziek hadden. De reden daarvan is dat ik heb dit met Fresh gerecord. En op een wonderlijke wijze heeft hij geen game sound gerecord. Dus even kijken of ik de volgende keer doe. En dat is de reden waarom ik er nou een soort van muziekje op de achtergrond bij heb gedaan. Zodat het niet volledig stil is. Maar in ieder geval, ik kap de video hier af. Dus ik hoop in ieder geval dat jullie het allemaal leuk vonden. Als jullie het leuk vonden, laat eens een like achter. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer weer. Houdoe.